De verzetzaak tegen verdachte Daisy Boutersen in het 8 december strafproces is vandaag uitgesteld naar 31 maart. Auditeur-militair Manro Danning is voor de tweede keer ingegaan op de verweren van advocaat Erwin Kanhai. De raadsman heeft vervolgens voor de laatste keer daarop gereageerd. Kanhai houdt eraan vast dat de krijgsraad onbevoegd is om deze zaak te behandelen en dat de dagvaarding van het Openbaar Ministerie niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Dat is het. Dat is compleet in strijd met de wet. Dat mag gewoon niet. En als die kop goed was, als hij zich goed geïdentificeerd had, dan hoefde hij niet eens te tekenen. Nee. Dat klopt. Maar hij heeft zich niet goed geïdentificeerd. Oh ja, en dat deel van die stempel ook. Hè? Ja, maar dan moet je je goed identificeren. Je moet je identificeren zoals dat in militaire zaken gebeurt. En hoe is dat? Kijk, doe maar. In militaire zaken gebeurt dat zo, de auditeur militair dagvaart. Omdat dat is wat de wetgever heeft aangegeven. De auditeur militair moet hem dagvaarden. En niet elke willekeurige vervolgingsambtenaar. Advocaat Erwin Kanhai. Volgens de auditeur-militair voldoet de dagvaarding wel aan alle wettelijke eisen en is de krijgsraad wel bevoegd om de zaak te behandelen. Op 31 maart zal de krijgsraad zich uitspreken over de excepties van de raadsman. Hugo Esset, advocaat van de tegenpartij, over zijn verwachtingen. Voor het geval de krijgsraad een van de weren of excepties, correctie, gegrond zou verklaren, dan gaat dat natuurlijk betekenen, wat mij betreft, een vertraging van het strafproces, maar niet het einde. Maar mijn inschatting is, maar ik zit niet op de stoel van de rechter, dat beide excepties ongegrond zijn. En dat er dus wel een gewone vlotte voortgang komt van deze verzetzaak. Advocaat Hugo Esset. Boutersen hangt een gevangenisstraf van 20 jaar boven het hoofd voor het medeplegen van moord op 15 prominente burgers in december 1982.